Op 24 april 1987 legde een allesvernietigende vuurzee Nijhoff volledig in de as. Nu, 25 jaar later, is er een expositie over deze voorbarend bijzondere brand. Met Frank Nijhoff, brandweerman Gert Blaas en werknemer Jan van Ketel kijken we op de brand terug. Ja, we staan hier binnen bij Nijhoff en 25 jaar geleden een hele grote brand. Er is een expositie ingericht. Wat weet jij er nog van? Hoe hoorde jij het? Nou, ik was op dat moment aan het winkelen voor de werkgever waar ik op dat moment voor het eerst in dienst was. Dat was ook Riet in Eembrugge. En ik was hier aan het shoppen bij Nijhoff voor dat bedrijf. Maar ik was net weggereden en toen kwam ik terug bij de Okrietfabriek. Toen zeggen ze van ja, draai eens om, zie je die grote wolken daar. En volgens mij is dat jullie bedrijf. Dus ik ben gelijk teruggereden. Dus ik heb eigenlijk de hele brand vanaf het begin, op dat ene kwartiertje na, heb ik gewoon meegemaakt. En dat is indrukwekkend als je dan ziet hoe dat gebeurt. Ik zat ernaar te kijken. Ik heb gezien dat muren open gescheurd werden. Die zag je gewoon open scheuren door het geweld van het vuur. Zo verschrikkelijk snel ging dat. En dat was gewoon echt indrukwekkend. Momenten die me erg bij zijn gebleven, dat is bijvoorbeeld dat ik samen met mijn vader en met de burgemeester op een karretje zat en met iemand van de brandweer. En dat je dan even op afstand naar die brand zit te kijken en dat je denkt van ja, dit is zoals het is, je kunt er niks mee. En vervolgens zie je een aantal mensen daaromheen lopen die emotioneel zijn, want het is ook hun bedrijf vanuit de medewerkers. Ze zien de angst van wat gebeurt er daarna, wordt het wel weer opgebouwd, hoe gaan we dat doen? Iedereen die was ermee bezig en besefte ook van dit is een verloren strijd op dit moment. En wat zijn dan de volgende stappen? Ja, Gert, jij was bij de brandweer destijds. Ja. Wat was je functie toen? Ik was in die week officier van dienst. En mijn functie binnen de brandweer was plaatsvervangend commandant voor de dagelijkse situatie. We hadden twee commandanten eigenlijk. De huidige commandant op dat moment was Wolter Wiersema. En zijn plaatsvervanger in de normale situatie voor de vrijwilligers, dat was Johan Piek. En in de week van de brand hier bij Nijhoff, 24 april 1987, in die week was ik officier van dienst. En hoe hoorde jij het? Ik reed op de Drakenburgerweg in mijn eigen autootje met de officier van dienstauto om naar huis te gaan om te eten. En toen kreeg ik een signaal van, hé, er is een dakbrand bij Nijhoff. Toen dacht ik bij mij, nou, Nijhoff ken ik een beetje vanuit mijn preventietijdstip. En ik moest dan maar eens even die kant op rijden, je weet maar nooit. En dan? En dan op een gegeven moment kom je deze kant op rijden en dan zie je een gigantische rookwolk meteen op het dak. Van ten eerste het betuin wat op het dak lag, maar ten tweede van de kunststof lichtkoepels waar de dakdekkers mee aan het werk waren en die stonden finaal in de brand. Ja. En je zei, ik zag twee brandweermannen naar buiten komen? Ja, mijn eerste verkenning was van oké, waar zijn mijn eerste aankomende bevelvoerders? En in die tijd waren dat Ton Baars en Murk Kamper op een gegeven moment. Murk Kamper helaas inmiddels overleden. En die kwamen op een gegeven moment eigenlijk naar de uitgang toe lopen met grote brandende delen van de lichtkoepels op hun helm. En toen vroeg ik aan de jongens van oké, hoe ziet het er precies binnenuit? Nou zeiden ze van het brandt niet alleen op dak, maar het brandt ook enorm hard van binnen al en vooral op de verdieping. Ja, dan weet je dat je een brand hebt die dus zowel buiten als binnen op een gegeven moment woekert. En dat je dan eigenlijk weinig kans hebt, zeker in de hoeveelheid ambalage, het houtwerk wat er allemaal was. En dat je dan weinig kans hebt om van binnenuit nog te bestrijden. Ja, en dan ga je maatregelen nemen, neem ik aan. Er moeten brandweerwagens bij komen. Ja, je moet gaan opschalen. En gelukkig op een gegeven moment had ik dan het voordeel dat ik een jaar ervoor op de brandweeracademie in Schaarsbergen een opleiding had gedaan voor grootschalige brandbestrijding. Ja, en dat kon ik nou hier uitstekend in beeld brengen. En als je dan bekijkt dat je hier zo 10:55 binnenkomt, aankomt rijden. En anderhalf uur later sta je met 175 brandweermannen en 21 brandweervoertuigen zo'n klus aan te pakken. Ja, dan is dat op een gegeven moment wat die Amsterdamse brandweerman wel eens zei over Carré. Zo'n grote mooie brand voor je afscheid. Maar mijn afscheid was het nog niet, maar het was wel een hele mooie. En qua brand zegt iedereen het was mooi. Ook al had je bij Nijhoff gewerkt.
Er stonden ook gebouwen omheen. Ik bedoel, het was niet alleen Nijhoven, maar er was er nog meer waar je aan moest denken. Ja, nou, ja, maar dat is het meest belangrijk ook. Op het moment dat je weet, ik kan hem niet meer van binnen of van buiten aanpakken, dan ga je kijken wat staat er in de omgeving. In de omgeving stond de Conimex fabriek, met daarvoor de fabriek een Celsius tank van 20.000 liter. En op vrij korte afstand, om nog geen 12 meter, stond de draaifabriek van Eiken metaalwarenbedrijf. En daarvan zeiden we van, nou, als we die kunnen behouden, zullen we alles in het werk stellen. En we hadden dan ook het voordeel dat juist in die jaren kwamen de eerste waterschermen bij de brandweer. Dat betekent, aan het eind van de slang wordt er een scherm neergezet waar het water tegenaan slaat. En daar kun je dus op een gegeven moment voldoende water voor gebruiken om van Eiken helemaal af te schermen. En dat is wonder boven wonder is dat gelukt. En om een uur of half vier uur konden we ook inderdaad zeggen, we hebben de omgeving behouden. Nijhoven is niet meer te houden, dat wisten we allemaal. Ja, ik wil zeggen, heel veel mensen die je spreekt, die weten het nog precies, hè? Van ik hoorde het en toen was ik dat aan het doen. Ja, nou ja, ik hoorde Piet Beem van de week ook zo mooi vertellen, want er was een journalist van de Gooi Nijmland, die was nog even naar binnen gegaan, want die wilde wel telefonisch even binnen doorgeven dat de brand was bij Nijhoven. Vervolgens zat hij opgesloten en Piet Beem zag hem toevallig gelukkig binnen. En die heeft hem eruit gehaald. Jan, je werkte destijds bij Nijhof met die brand. Wat was je functie hier toen? Ik was hoofd van de kassagroep. Dus afdelingsleider. Ja. En op een gegeven moment is de brand, hoe ontdekte jij het? Ja, ik was thuis tussen de middag. Ik werd gebeld door collega Hans van der Tol. En die zegt, Jan, er is brand bij Nijhof, uitslaande brand. Maar hoe moet ik de sirene uitzetten? Ik zeg, laat hem maar gaan, want het is veel te belangrijk dat die blijft gaan. En toen ben ik dus met een rotgang ben ik hier naar Nijhof gereden. Ik weet niet of ik de snelheid overal netjes gedaan heb, maar ik was hier wel gauw en toen... Ja, toen liepen er nog twee jongens bij de kassa te wachten. Die hielden daar de wacht. En alles was er eigenlijk al uit. En toen op een gegeven moment, toen zegt ouwe Jan Nijhof, senior, die zegt, ik wil nog naar boven toe, want ik heb daar nog spullen liggen. En toen zeg ik, nou, ik zeg, ga ik eerst kijken in de hal hoe ver het brandt. Want het was natuurlijk al voordat ik van huis ging, dus het stond al aardig in de fik. Toen ben ik achter in de hal gaan kijken. Maar ja, je hebt er geen verstand van, dus ik denk, het kan nog wel. Zeg maar, hij had een paar jaar terug had hij een hartoperatie gehad. Ik zei, je gaat niet alleen naar boven, we gaan samen naar boven. En dat hebben we gedaan. En wij naar boven toe en spullen gepakt in de tassen gedaan. Een tas met papieren en nog een tas met de patiënten erbij. En wij toen zouden we naar beneden gaan. We gingen het kantoor uit en ik greep de deur en bats, het licht uit. Dus er was gelijk hartstikke donker. Toen kwamen we op de zolder en daar rookte het allemaal al. Toen stonden we ineens vol in de rook, want wat bleek, die hete teer van het dak af, die ging zo door de regenafvoer heen en dat smolt gelijk. Dus en daardoor had je een vreselijke stank eigenlijk door de rook natuurlijk en verstikkend. En nou, toen moesten we naar de trap en dat was nog wel een paar meter lopen. Dus ik zeg tegen Jan, ik zeg, we komen eruit. En ik pak zijn handen beet. En ik achteruit gelopen. Totdat ik op een gegeven moment een rek voelde. Dat wist ik met horen, zeg maar, allemaal. En toen wist ik dat ik een stukje achteruit moest gaan. En toen voelde ik daar ook nog opzij. En toen voelde ik op een gegeven moment de trapgat. En toen zijn we voorzichtig van de trap afgegaan. En we kwamen beneden. Maar toen viel Jan... En die verloor ook zijn tas. Dus, maar ik kon hem ook niet vinden, want het was zwart van de rook. Want boven hadden we helemaal geen buitenlicht. Het was helemaal dicht. En beneden kon je zo door het raam kijken. En toen zag je al die rook met golven langs die ramen gaan. En ja, het was echt dikke rook. En toen zijn we eruit gekomen. De deur moesten we nog opentrekken, want daar stond ook geen stroom natuurlijk meer op. En tegenwoordig zijn ze wel beveiligd, maar dat was toen nog niet. En... Dus toen is Jan, toen zijn we naar buiten gegaan en Jan is op een kar gaan zitten buiten. Dat kan je ook op de foto zien, op de krant. En daar zat de burgemeester en nog iemand en die hebben hem opgevangen. Want dat was het probleem, wij hadden ook de honden nog binnen.
En die zaten aan de andere kant van Conimex, waar je dat zoutzuurvat had staan. En dat waren ze wel aan het doen. Hoeveel medewerkers hadden jullie toen? Het waren ergens rond de 40 medewerkers op en dat nu? Moment. En er nu? Zijn nu 230 medewerkers, 150 fulltime equivalenten. Maar het is wel gegroeid in die tijd. En het mooie was dat met de opening van het nieuwe bedrijf, ik meen dat er toen ongeveer 70 mensen waren, dat bleek wel heel snel niet genoeg te zijn. Dus eigenlijk achteraf kun je ook zeggen van uit de brand, in de brand, uit de brand. Ik heb er van de week ook even afgevraagd van wat zou het bedrijf nou zijn geweest als die brand er niet was geweest. Nou, dan hadden we een paar oude gebouwen die je steeds weer aan het opknappen was geweest, steeds weer aan het verbeteren was geweest. Maar het was veel lastiger geweest om in één keer een groot, nieuw, goed gebouw neer te zetten wat vandaag nog steeds functioneert. En zo zie je maar dat dat soort kruispunten in je leven, dat die dan ook kunnen zorgen voor een stuk nieuwe ontwikkeling. Maar het hoort ook bij de keus om te zeggen van we gaan het weer opbouwen. En 's middags bij de keukentafel hebben we de eerste schetsen gemaakt. Mijn vader die was daar vooral heel erg handig in. Die tekende dat zo uit zijn hand. Zo van zo moet het ongeveer zijn en dat moet groter zijn en dat moet kleiner. En nou, als dat toch afgebrand is, dan moeten we die ingang maar even daar doen. Dus we was gelijk aan het puzzelen. En zo is het bedrijf ook geworden zoals het hier nu staat. En dat vond ik wel heel bijzonder.